welkom bij de Verschijpjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. Vandaag gaan wij mini cupcakes maken. Ja. En ik had... Voor extra heb ik... Oh, die chocolate chips. Die zijn echt goddelijk. Ja, ik denk dat is misschien wel lekker voor er doorheen. Maar dit zijn dus mini cupcakes en dit is zo'n kant-en-klaar gebeuren waar alleen maar water bij moet. Dus ik weet niet of dat het lekker is, maar goed, altijd leuk om een keer te proberen, toch? Ja. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. You know. Je had nodig 150 ml water, maar eigenlijk is dat 2 keer 75 staat er. Dus we moeten hem even delen, want we hebben twee verschillende, want we gaan twee verschillende cupcakes maken, zie je dat? Licht en donker. Ja, licht, ja. Chocola en naturel. Dat ja. Even door de helft doen, zo om en nabij. Oké, nou, gaan we eerst verrassing deze openmaken? Deze? Ja, maakt niet uit. Ik weet niet. Welke denk je dat dat is? Licht. De lichte? Oké. Okay. Nou, maak maar open. Nee, ik heb het verkeerd, of niet? Nee, weet ik niet. Kijk, er schiet aan de andere kant. Ja, schud hem maar uit. Heb ik het nou gevoel? Ja, want hier staat chocola op. Oh. Nou, dan mag één zo'n ding erbij. Kunnen we misschien die andere ook gelijk maken? Oh, dat ruikje. Ruik je het? Ja, die ruikt een beetje naar chocola. Niet meer. Zet maar in. Ja, doen we maar hierin. En die strakjes allemaal gelijk bij het papier. En dan? En dan het water erbij. Weinig, hè? Nou, we gaan het zien. En dan die andere. Wissel. Gaan we nu chocola erbij doen. Ja, dat doen we straks. Als we hem gemixt hebben... Oh, die bedoelt deze chocolade. Laat maar. Hé, hier zitten al chocolade dingen in. Oh. Oké, nou dan doen we chocolade daarbij. En we doen het gewoon verdelen. Is dat een goed idee? Als ik ze gemixt heb, dan doen we gewoon die chocolate chips. Ik zag ineens zulke donkere dingen. Dat is natuurlijk hun. Ik dacht het hier ook al te zien. Water erbij. Dan ga ik het even mixen. Ja. Ja. Nou, we zijn klaar. Dit is de naturel geworden. Ja. En dit is de chocola geworden. Doen we er nu nog die dingetjes in? Bij allebei? Dat is misschien wel leuk, of niet? Het zakje moet toch op? Moet je klippen. Nee, zit er geen scheurrandje? Nee. Ah, kijk dan. Er zit geen scheurrandje. Dan knip ik hem open. Er zitten haartjes voor. En gewoon de helft daarbij. Huh? Huh? Een hele klont. En met les bij die andere of niet? Want daar hier zit natuurlijk al in. Er kwam een hele klont mee. Doe erbij? Nee. Even een beetje roeren en dan gaan we de cupcakejes... Ik pak hem allemaal. Deze is vies. Kan je toch niet roeren? Is die zo hard? Zal ik deze er dichterbij zetten? Of, Kijk, een klomp. Nou, dan mag je met twee lepels. Ik had inmiddels de oven had ik aangezet op 180 graden. Ja, kappen. Zo. En dan moet je zo meteen, hoe lang moeten ze erin? 12 tot 15 minuten. Nou, dat had je al weer gezien. Dat vind ik altijd leuk, hè? Als het niet te lang duurt. Ja. Alleen dit hier kan ik... Zal ik de bruine doen, voordat ze meteen weer overpiept? Ja hoor. Ik moet zeggen dat ik dit ook altijd wel leuk vind om te doen. Ik heb nog oven.
Ze gaan een beetje uitlubberen. Deze is naast. Ik maak gewoon nog één grote cupcake. Ik hou niet zo heel veel. Nee? Ik had er toch wel 10, 2, 4, 6. Ik had er 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oh my god. Mijn is klaar. Ik moet er nog eentje, denk ik. Heb je daar ook genoeg voor? Of heb je nog over? Oh, precies goed. Oh, zit aan mijn vingers. Heel vervelend. Ja, ik vind het niet leuk. Nee, vervelend, hè? Alles blijft plakken overal aan. Zie, heb ik weer. Ja. Klaar. Nou, dus dan gaan ze zo nog... Lekker. 25 minuten in de oven? Nee. Nee, niet 25. 12 tot 25. Ja, en dan deze gaan we dan zo meteen maken, ja? Ja. Als de oven klaar is. Nou, de oven is gegaan. Ja, de oven piept. Moest 16 minuten of zo hebben we hem erin gedaan? Heb ik hem erin gedaan? Oh, nee, oh my god. Nee. Die van jou. Ja, oh ze zitten... Oh, het is heet, heet, heet. Wat is dan? Nou, ik denk dat we ze nog wel even moeten laten afkoelen. Oh, deze is helemaal eroverheen gelopen. Ja, waarom is jij dat? Ik heb dat helemaal niet. Ik nee, heb maar gewoon... dat komt omdat jij 11 cupcakejes had en ik had er maar 9. Dus ik had er veel over. Had een beetje fout. Sommige zijn echt perfect, die van mij. Kijk, die is perfect. Yeah. Die. Maar het ruikt echt lekker. Het ruikt heerlijk. Ik ga ze van die plaat afhalen. Het is heet hoor. Ja. Yeah. Nou, als je ze gewoon een beetje zo snel vastpakt, zal het wel loslopen. Maar dan kunnen ze namelijk, want die plaat is natuurlijk ook... Kokend heet. Sluitje heet. Zo even op twee borden doen, dan staan ze een beetje vrij. Weet je, en dan kunnen ze nu goed afkoelen als ik ze eraf krijg. Deze zit vast. Oh, nee, toch niet. Heet, heet. De laatste. Ja, die laatste. Is de helft. En nog één! Ja, nog een stukje. Dan ga ik wel eventjes met een... Dat is een stukje op de bakplaat gebleven. Nee. We hebben een mix. Ja? Oh, wat grappig. We hebben één mix, dat is chocola en die naturel samen. Dat is echt grappig. Nou, dag. Ja, uit. Nee, dit is heet. Oh. Dan gaan we nu die, het wolkencakeje naar de wolken... chocolade vanille maken. Deel 2. Het wolkentoetje. Oh nee, wolkencake heet het, hè? Het is geen toetje, het is een wolkencake. Wel lekker als toetje. Wat moeten we hebben? Volgens mij iets van eieren. Laten we van de achterkant kijken. 3 eieren. Ja, we moeten even van de achterkant kijken. Even kijken hoe we het moeten mixen. Oh. Gewoon volgens mij plaats het rooster onder in de oven en verwarm. Ja, bla bla bla. Beslagbaarheid 5 minuten. Ah, mooi. De cake mix. Je had toch... Oh, je hebt de bril. Oh, we hebben... Oh, lekker. Oh, maar je hebt ook nog een stukje met... Oké, ja. Ja, dus de cake mix. We gaan maar verder deze. Oh, we doen de cake mix, de eieren en de slagroom in de kom en mixen. 3 eieren, zei je. Lukt dat? Zal ik even schaar pakken weer? Ja, want er ligt overal. Oh, ik had daar al een schaar liggen. Mag daarin. Nou. Doe het er lekker in. Niet alles moet daarin, dus. Zal ik de eieren doen? Ja. Ik ben bang voor, hè? Twee. Er zitten eieren. Ik zag het, ja. 3. Maar dan moet ik het weer mixen.
Dan moesten we daar de helft van? Ja, de helft. Ja. Dus de helft mag dan in de... Ja, doe maar. Ik doe het niet. Het is een beetje beslagen van de warmte. En de rest is moet cacao mix bij. Ja. Maakt dat uit of dat hij dan helemaal plat is of ja. Wat dan? Dan moet helemaal... Doe maar dit ding. Nee, vind ik leuk zo. Dan kan het er niet uit. Zeker wel. En ineens klok! Ik kreeg helemaal geen lucht. Jawel. Oké, en dan nu dat cacao spul erin. Ja, hierin. Oh ja, en een klein beetje melk, hè? Eetlepel. Ja, een likkie. Maar lees nog even goed. Een nee, eetlepel. Ik zag het. Ja, dat, maar ik weet wat een eetlepel is. Oké. Dus theelepel. Ja. Twee theelepels. Dan weten we zeker dat het erbij moet. Ja, want anders krijg je niet dat cacao. Je hebt toch, deze was toch met twee kleuren? Maar wie zei dat die melk er al bij moest? Ja, dat moest. Dat had ik net ook afgelezen. Ja? Moeten we weer mixen? Oh, sorry. Nou, dan het donkere beslag. Wacht, staat dat erop? Niet, het staat erop, heb ik net gelezen. Oh. Het donkere beslag mag daar doorheen. Oh ja, een update, die cupcakejes. Goddelijk. Ja. Ze zijn echt lekker, hè? Zo. Potlikken er doorheen. Het is ook echt een tip als je die kleine cupcakejes wil maken, dat je ook die chocolate chips erbij doet. Die zijn lekker er doorheen, hè? Ja, oké, en dan staat er heel leuk dat je dat met een vork er doorheen moet draaien en zo. Maar ik doe het lekker zo. Ik vind het leuk zo. Toch? En dan gaan we hem even in de oven zetten. Is goed voor 12 taartpunten, zegt hij. Is een luchtige cake. Valt lucht. Oh, hier staat dat. Hete lucht op 140. En dan 50 tot 55 minuten, Kim. Geef me gewoon zo. Zo kan ik hem ook opeten. Nou, dus dat is een uur wachten bijna. Maar hij gaat dus een uurtje bijna in de oven. En als hij er dan uitkomt, dan laten we wel het resultaat zien. Hè? Zeker wel. Ja, oké. Okay. De oven heeft gepiept. Yes. Hij piept wel vaak, hè? Mm-hmm. Even eerst een onderzoek. Hier staat tegen de vaatwasser aan. Wow. Die is heel hoog. Ik zou hem niet aanraken. Nee, dat doe ik niet. Kijk, je ziet al een beetje twee kleuren. Maar weet ik niet zeker. Ik ga eerst even kijken of hij goed is. En dan droog, droog, droog. Ik ga hem even voorzichtig lossnijden. Maar het stond een luchtige cake. Ja. Ja, nou dan is het luchtig. Ja. Zo lekker! Hij ruikt er helemaal niet aankomen, schat. Hij is echt is heet. Is niet heet? Nee, hij is echt wel heet. Lekker gevaarlijk dit. Ja, lekker met de mes ook. Ja. Ik wil gewoon het resultaat laten zien. Wauw. Lelijk. Ja, er is een stukje aan blijven plakken. Ja, geel. Kan je tenminste de binnenkant zien? Ja, je kan het nu wel een beetje zien, ja. En hij ruikt. Het is jammer dat je... heerlijk. Het is jammer dat je nog geen geurcamera's hebt, hè. Ik ga hem lekker laten afkoelen. Ja, ik heb al een stukje. En dan hebben we een toetje voor vanavond. Ja. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijtjes. En vergeet niet naar onze volgende vlog te kijken.